Kennen jullie die nog? Die zondagmiddagbezoekje zijn oma. Dan zat ik daar op een bed van oma. Wat de helft van de kamer was. Op een donkerbruine, statische sprei. Met mijn benen bungelend. In de ene hand een glaasje lauwwarme cola. Zonder prik. En in de andere een sprits. En heel soms, als ik een goed rapport had, had ik op mijn tong een rangsnoepje. Dat was mijn oma. En warm dat het daar was. Mijn god. Mijn oma kende maar één positie van de verwarming. En dat was namelijk Max. Daar komt trouwens ook de naam Omroep Max vandaan. En ik zat er alleen zondagmiddag. Mijn oma zat daar 24/7. Mijn oma is ook verdampt. Zo is zij ten hemel gegaan. En de notaris zei nog, oma had beter met bankbiljetten de open haard aan kunnen blijven houden. Want er was er nog iets te verdelen geweest. Nou, daar waren een paar familieleden van mij zo klaar mee. Een erfenis verdelen duurt altijd langer dan u denkt. Zeker een half jaar. Pas als de erfenis goed is afgehandeld, kan hij worden verdeeld. Het volgende stappenplan helpt u bij de verdeling. Stap 1. Het bepalen van de erfgenamen. Voordat de erfenis kan worden afgehandeld, moeten eerst de erfgenamen worden bepaald. Zij zijn hiervoor namelijk verantwoordelijk. Stap 2. Is er een testament? Het is belangrijk om te weten of de overledene een testament heeft. Het testament moet namelijk exact gevolgd worden. Alle testamenten zijn aangemeld bij het Centraal Testamentenregister in Den Haag. Vraag hier schriftelijk of de overledene een testament had. Vergeet de overlijdensakte niet. Vervolgens vraagt u bij de notaris waar het testament is gemaakt een kopie van het testament op. Stap 3. Er is geen testament. Als er geen testament is, dan wordt de erfenis verdeeld over de getrouwde partner en de kinderen. De langstlevende echtgenoot krijgt de erfenis. Kinderen krijgen hun deel pas als beide ouders zijn overleden. Geen kinderen, echtgenoten of geregistreerde partners? Dan erven ouders, broers en zussen ieder een even groot deel. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de ouders ieder minimaal een kwart erven. Stap 4. Betaal alle openstaande kosten. Alle bezittingen worden pas definitief verdeeld als de nalatenschap helemaal is afgehandeld. Dat betekent dus dat alle schulden zijn afgelost, de legaten zijn uitbetaald en dat erfbelasting is betaald. Stap 5. Verdeel de bezittingen. Als er geen testament is en de overledene is niet of niet meer getrouwd, dan kunt u alles pas verdelen als alle erfgenamen het onderling eens zijn. Stel dat u het onderling niet eens wordt, dan kan iedere erfgenaam bij de rechter een verdeling afdwingen. Het ziet er inderdaad toch naar uit dat het hier gaat gebeuren. Nee! Nee, natuurlijk weet ik het zeker. Esther, help me met alles. Ik kom straks van naar Spanje. Met je kleinkind. Ja. Mama, wat zeg ik nou? Eén persoon die zich overal mee bemoeit is echt wel genoeg, hoor. Ik bel je later. Was mijn moeder verzorgd? Ja. Oh, nemen we die. Nou ja, lekker neutraal. Ik betaal hem zelf, hoor. Ben je gek? Het is mijn kleinkind. En waar zou jij het geld vandaan moeten halen? Ik heb wel wat, hoor. Altijd een keurig zuinig meisje geweest. Heel goed, hou zo. Nee, hoor. Jullie blijven in het begin lekker bij mij. En ik betaal. Het nieuwe lid van de familie zal met zorg en aandacht en EK worden binnengehaald. Ik heb toch zo het gevoel dat het een meisje wordt. En jij? Wat is er? Je doet het allemaal niet voor mij, hè? Maar voor het kind. Toch? Sorry? Stel je voor dat er iets gebeurt. Tijdens de bevalling. En jullie zouden moeten kiezen tussen het kind en mij. Oh, jij. Jij zou moeten kiezen. Dan is de keuze snel gemaakt, toch? Nou ja, wat een rare vraag. We leven niet meer in de middeleeuwen. Het gaat om een nieuw lid van een familie. Met het bloed van een familie. Een bloedverwant. Nu u weet dat u erfgenaam bent, is de volgende stap om te beslissen of u de erfenis wilt aanvaarden of niet. U heeft 3 mogelijkheden.
Als u zeker weet dat u de erfenis wilt aanvaarden, hoeft u verder niets te doen. Dit noemen we zuivere aanvaarding. Maar let op, door het opruimen van bezittingen van de overledene of het betalen van openstaande rekeningen, heeft u volgens de wet de erfenis al aanvaard. Wanneer u niet weet of de nalatenschap van de overledene schulden bevat, kunt u ook beneficiair aanvaarden. Als erfgenaam bent u namelijk niet alleen verantwoordelijk voor de bezittingen, maar ook voor de schulden. U loopt nu niet het risico dat u met uw eigen vermogen meebetaalt aan de schulden van de overledene. Voor minderjarige erfgenamen moet volgens de wet altijd beneficiair worden aanvaard. U kunt de erfenis ook weigeren. Dit heet verwerpen. Dan bent u niet meer verantwoordelijk voor de nalatenschap. Houd er rekening mee dat uw kinderen dan erfgenaam worden. Als u de erfenis verwerpt, maakt u geen aanspraak meer op persoonlijke spullen, zoals fotoboeken of sieraden. U heeft tot 3 maanden na het overlijden de tijd om uw keuze te maken. Twijfelt u? Raadpleeg dan een notaris.